Ik ben Simon van der Zee, lector wetenschap en technologie in het onderwijs. Ik doe vooral onderzoek naar de professionalisering van leerkrachten op het gebied van wetenschap en technologie. Dus hoe integreer je het in je onderwijs en hoe zorg je ervoor dat kinderen dat leren? Kinderen zijn van nature zo geïnteresseerd in de wereld. Ze stellen continu waarom vragen, willen weten hoe de dingen in elkaar steken. En op een of andere manier raakt dat verloren gedurende hun onderwijstijd. Hoe behoud je die interesse voor de wereld en hoe zorg je er nou voor dat kinderen daar meer over willen leren en daar ook over blijven leren? En dat is voor mij een fascinerende vraag en dat is juist ook de trigger voor het onderzoek dat we doen en juist ook voor de professionalisering die we proberen te ontwikkelen. En hier zijn mijn drie tips voor het integreren van wetenschap en technologie in je onderwijs. Tip 1. Maak gebruik van bestaand materiaal. Je hoeft als school en als leerkracht het wiel niet zelf uit te vinden. Een simpele zoektocht op het internet levert al heel veel goede lessenseries op voor wetenschap en technologieonderwijs. Daarnaast komen er steeds meer methodes uit die onderzoekend en ontwerpend leren centraal hebben staan. Ook daar kan je gebruik van maken, zeker wanneer je net begint met wetenschap en technologie. Tip 2. Verdiep je in de thema's die aan bod komen. Natuurlijk hoef je geen expert te zijn en hoef je niet alles te weten. Maar om het denken van de kinderen te stimuleren is enige kennis van zaken toch wel heel erg handig. En je zult zien dat met enige kennis van de thema's het ook nog veel leuker wordt om dit soort lessen te geven. Tip 3. Probeer, experimenteer, reflecteer en leer. Natuurlijk gaat het niet altijd in één keer goed. Ook het komen tot goed WNT-onderwijs is een onderzoeksproces. Een proces waarbij je dingen probeert, waarbij je ervaart hoe het werkt en waarbij je vervolgens weer een verbeterslag maakt de volgende keer als je dat doet. En als je dat samen met collega's doet, kan je van elkaars ervaringen leren en kan je samen bouwen aan goed WNT-onderwijs op je school.